We gaan het vandaag over over alfa's hebben. Maar niet over deze. Deze is heel bijzonder, maar ik heb ze nog bijzondere. Kijk, ze staan natuurlijk niet voor niks hier, hè? Je zult zeggen, ja, een betonnetje, ja, daar hebben we er genoeg van. Ja, nee, maar... Dit is een GTA. Kijk. Maar het is een barnfind. Schuurvondst. En deze... Iets ouder. Tja. Tja, dit is zo bijzonder. En ik ga er vandaag niet meer rijden. Ja, niet wegzeppen. Ik ga er niet meer rijden. Niet wegzeppen, wat is de moeite waard? Ja, neem het maar even goed in je op, want deze auto zal je niet snel nog een keer zien. En zeker niet als schuurvondst. Alfa TZ. De Alfa TZ in. Turbolare Sagato heet dat. Wat is dat? Turbolare is eigenlijk een ander Italiaans woord voor buizenframe. Heel verfijnd buizenframe. Ja, dit is heel bijzonder. Er zijn er 112, 118 van gemaakt. De gegevens spreken elkaar een beetje tegen. We zullen zeggen 112, klinkt wat beter dan 118. Maar die auto's zijn gemaakt voor de racerij. Je moet je voorstellen, de helft is gewoon verdwenen. En de andere helft is bekend. Behalve deze. Deze heeft voor het laatst gereden in 1968. Je kunt het niet geloven. Kijk, zo'n TZ1. Ik zal hem even laten zien. Die is allemaal van aluminium. Dat turbolare is buizenframe. Dat is een heel dun buizenframe en daaroverheen een geklopte aluminium koets. Dat ding weegt maar 650 kilo. Met 175 pk aan boord. Ik ga het je vertellen. Hij liet de Ferraris en de Maseratis staan. De Beker ging vaak naar het Alfa-kamp. In die tijd, met zo'n klein prutsodertje. Ik geloof het toch niet. Maar hij was helemaal gebouwd voor de racerij. Er is echt over nagedacht. Dus die dingen, die moet je voorstellen, die zijn dus allemaal plat gereden. Of die hebben schade gehad. Het minste geringste schade was dat buizenframe natuurlijk kapot en krom. Deze heeft nooit iets meegemaakt. Nou, weet je wat hij meegemaakt heeft? De vorige eigenaar vertelde mij... Hij zegt in 1967 hebben we in de wasstraat in het volgende dorp... hebben we een ander kleurtje gegeven. Ze weet wel, met zo'n elektrisch spuitje, prut, zo'n ding. Die auto was niks waard. Die was niks waard, niemand wou zo'n ding hebben. En we praten nu over een bedrag van meer dan 6 nullen. Onzin. Dit bedoel ik dus met dat verfijnde chassis. Hele fijne... Je kunt je voorstellen, als je daar schade mee hebt, dat dek direct een probleem is. Het is cruciaal als je die schade krijgt. Deze wielophanging, deze lichamen hier, allemaal heel dun en verfijnd om gewicht te besparen. En voor toen die tijd, de schijfrem in het midden voor betere wegligging. Dus je kunt je voorstellen, 175 pk, vierde licht, haaks door de bocht. De Ferrari en de Maserati hadden de grootste moeite om het karretje bij te houden. Ja, leuk hè. Ik had beter mijn oude spijkerbroek aan kunnen trekken. Ja. Ja, we kunnen het ook doen alsof we racen, alsof we rijden. Er is een film van Gary Grant met Grace Kelly, geloof ik. En dan rijden ze in een Sunbeam Alpine over de kustweg van Frankrijk. En dan zie je die, hebben ze dat apart gemonteerd. Dan zie je die achtergrondbeelden. Dat alles voorbij schiet. Zo. Dat kunnen we hier ook doen, dat ik gewoon stuk blijf zitten. En dan doen ze over de weg rijden. Dat kan natuurlijk ook nog. Ah.
Hij ruikt ook zo lekker na 50 jaar. 50 jaar stilstaan. Hij ruikt zo'n ding gewoon lekker. Er zijn mensen die zeggen dat het stinkt. Ja, het zal wel. Het ruikt gewoon lekker. Dit is het jongere broertje. Eigenlijk is dat is begin 60. En dit kwam halverwege 60 uit. Die is eindelijk gebouwd voor de racerij en deze is ook gebouwd voor de racerij. Maar u kunt allemaal wel de Alfa Bertone. Ja, maar is er niks bijzonders aan? Ja, je hebt een Alfa Bertone, 1300, en je hebt een GTA. Kijk, in die GTA, het meest bijzondere aan de GTA is dit. Dubbele bougies. Dubbele bougies. Dus 8 bougiekabeltjes voor 4 cilinders. Meer pk's, lichtgewicht. Dit is metaal en dit is allemaal aluminium. Dit metaal is dunner en het aluminium is ook heel dun. Er zitten met klinknageltjes, dat kun je hier zien, kijk. Daar, met klinknageltjes is een auto in elkaar gezet. Die is helemaal geklonken. Hier kun je het zien, kijk. Als ze gerestaureerd zijn, zijn deze klinknageltjes er niet meer. Dit is origineel. Ook een bijzonder ordertje. Dit is de instap. En al deze orders is mee gereest. En deze dus niet. Dit is gewoon een straatversie. Dus iemand die wou een betonen kopen en die zei natuurlijk tegen de dealer: heb je hier een snellere versie? Ja, we hebben een GTA, die is een stuk duur. Nou, doen we die maar. Zonder dat gegaan zijn, dat kan niet anders. En die heeft dat ingekocht en die is er gewoon mee gaan rijden op straat. Eindelijk een raceauto voor de straat. Ja, dat is toch geweldig? Het beroemde team van Rob Slotemaker, de ouderen onder u weten wie Rob Slotemaker is. En Wim Loos was heel erg bekend in die tijd, Rob Slotemaker. Die reed met dit soort auto's. En later Twan Heesemans. Twan Heesemans werd zelfs Europees kampioen met een GTA. Duvelse vent in een duvelse auto. Reed als een idioot. Geweldig. Het is de eerste keer dat ik iets laat zien waar ik niet meer rijd. Ja, het is helemaal tegen hun principes, maar ja. Is toch ook leuk? Alleen om te kijken is toch wel leuk? Misschien moet je helemaal niet meer rijden. Misschien zet ik het eerst wel op mijn kantoor. Loopt die meneer? Nee, dat doet het niet. Moet hij niet lopen dan? Nou, kan mij het schelen. Ik vind hem als kunstobject ook heel mooi. Ja toch? Kijk, met zo'n mooie deuk erin hier. Echt geleefd. Alfa is natuurlijk een heel mooi merk en ze hebben het zo ongelooflijk verklooid in de jaren 80. Oh, ik kan wel huilen. Ik zie wat er nou op de weg rijdt. Ze doen hun best hoor, dan moet ik zeggen, maar het wordt gewoon niks. Doen hun best, maar het heeft nooit meer wat dit had. Hierna is het nooit meer goed gekomen. Dus bij de Alfa Sud is de afgang begonnen en bij de Alfetta werd het ook al minder. Roest, ellende, technische problemen. Dit waren nog echte Alfa's. Punt.